Breda nu. Je weet het meteen. We zijn hier vandaag wat heel speciaals aan het doen. We zijn hier vandaag in de McDonald's in Breda, waar vandaag een silent disco plaatsvindt. Het ziet er hier top uit. De sfeer zit er dik in. Wij gaan ook even de menigte in en we nemen jullie mee. Check it out. Hey, dikke feestmaat, hey, ik sta hier naast. Chris Malet, ik ben de restaurantmanager hier van de Breda Centrumvestiging. Ja, we staan hier natuurlijk op een beetje een aparte locatie voor een silent disco. Waarom is je nou gekozen om hier een silent disco te houden? Wij kregen een aantal weken geleden terug de vraag vanuit een aantal dames met een schoolproject of wij interesse hadden om mee te doen aan een silent disco hier in McDonald's. Verzoek van ook hoe het is verlopen in Tilburg, vonden wij dat ook eigenlijk een mooie uitdaging voor ons. En gingen we ook eigenlijk hier de uitdaging aan om een groot succesvol project weg te zetten met hun. En jullie hebben vanavond eigenlijk georganiseerd, net als in Tilburg. Wat verwachten jullie nou van vanavond? Ja, eigenlijk zoals in Tilburg. We verwachten heel veel feest, mensen zijn nu aan het zingen, aan het dansen. Zometeen moeten de hamburgers nog de toko in. Ik denk dat het dan één ziek vet feest is. Jij bent al natuurlijk helemaal in de mood. Ja. Waar komt dit pakje nou vandaan? Ja, dit is handgemaakt. Dat is maar eentje van in de wereld. Ik moet zeggen dat we vanavond een klein primeurtje hebben. Mag ik dat al erin klappen? Ja, dan mag je erin klappen. Dit is nog een beetje de oude versie. En vanavond, hij hangt nog boven. En dan heb ik tijdens onze eigen set de nieuwe... Dat meen je niet. Ja, dat meen ik echt. Een nieuw pakje. Sorry, joh. Wat vind je er allemaal van vandaag? Ja, ik vind het echt super. Maar dat vind jij waarschijnlijk ook. Ja, ik vind het ook super tof. Wat maakt het nou eigenlijk zo speciaal? Sorry? Wat maakt het zo speciaal? Nou, ik denk dat je het verschil kan zien tussen deze kant en die andere kant. Iedereen gaat daar los aan meezingen. En ik bedoel, dit gebeurt nooit in een silent disco of in een McDonald's. Oké, goedenavond heren, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier in Breda. DJ Islex hier samen met DJ Sear. We hebben er super veel zin in. Kijk eens naar DJ Draaimakers daar. Wow, yo. Oké. Hey, wij gaan er een lekker feestje van maken. Wat vinden we er tot nu toe van? Ja, het is hier een mooi feestje in Breda hoor, zekers. Hoppakee, Breda, wij komen nog een keer terug. Wat vind je hier nou zo leuk aan? Silent disco in de Mac. Wat wil je nog meer? Dit is toch uniek? Ja, super tof. Uniek. Wat maakt het nou zo speciaal buiten dat het in de McDonald's is? Silent disco natuurlijk nog steeds, maar... Is er ooit een keer een silent disco geweest in de McDonald's? Eén keer. En nu in Breda? En nu is die in Breda. Hit de golf in de stad. Jongens en meisjes dansen door de straten. Breda nu. Je weet het meteen.